Na een flinke renovatie van het Veluweplein is het plein afgelopen week weer open gegaan. Tussen het Veluweplein en het Zuiderpark zijn nieuwe fietspaden aangelegd. Ook is de toegang naar het park verbeterd, zijn de verkeerslichten vernieuwd en is er opnieuw geasfalteerd. De gemeente wil met de aanpassingen fietsen en wandelen tussen Eskamp en de binnenstad veiliger en aantrekkelijker maken. Ook willen ze het autogebruik hiermee ontmoedigen. Komend voorjaar worden er nog nieuwe bomen geplant op het plein. Richard Store aan de Paviljoensgracht zamelt schoenen in voor dak- en thuislozen. Sinds 1 november zamelen ze herdraagbare schoenen in voor mensen die het goed kunnen gebruiken. Inmiddels zijn er al zo'n 250 paar schoenen gedoneerd, maar het streven is 400 paar. De inzamelingsactie wordt zaterdag 18 december afgesloten in de winkel met muziek en kunst. Volgende week worden de schoenen uitgedeeld.